Goedendag, je kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht is het op veel plaatsen wit geworden en dus is het vanochtend uh, sommige wegen zeer glad. Maar in de loop van de dag gaat de temperatuur toch weer oplopen tot ruim boven het vriespunt en dan verdwijnt de gladheid. Verder vanochtend al van tijd tot tijd zon, in het noorden zelfs vrij zonnig. Maar in het zuiden en uiterste oosten is er meer bewolking, heel lokaal valt er nog een winterse bui. Dat kan ook vanmiddag nog gebeuren, maar ook dan schijnt van tijd tot tijd de zon en worden het 3 tot 5 graden. Aan het einde van de middag en in de avond komen er vanaf de Noordzee buien aan. En dat kunnen stevige buien zijn met regen, maar ook met natte sneeuw of sneeuw. En dus kan het weer glad worden. Temperaturen dalen vooral landinwaarts tot rond of iets onder het vriespunt. En ook daardoor kan het glad worden. Morgen overdag hebben we veel beter weer. Er valt amper een bui en de zon schijnt van tijd tot tijd. Temperaturen lopen op naar zo'n 2 tot 4 graden. Als er al ergens een bui valt, dan maakt het noorden en de westkust daar de meeste kans op. Zondag is het veel vaker bewolkt en vallen er meer buien, mogelijk met natte sneeuw, maar meestal met regen. Opnieuw temperaturen ruim boven het vriespunt s middags, zo'n 4 à 5 graden. Maandag en dinsdag wordt het overdag iets kouder en de kans op winterse neerslag blijft aanwezig. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.